Welkom bij dit Fritscollege Compositie in beeld. En die titel die is dubbelzinnig, zoals je straks zult leren begrijpen. En we gaan het hebben over de Gulden Snede, oftewel de rule of thirds. We hebben we vorige keer al aangekondigd toen we het over de Fibonacci-reeks hadden en alles wat daaruit voorkwam. We gaan het hebben over perspectief in beeld en we gaan kijken hoe scherp de diepte werkt. Maar we beginnen met het begin, en dat is de rule of thirds. En jullie kennen. Nou, ik denk, als je student communicatie bent, heb je er vast wel eens van gehoord. Als wij die Fibonacci-reeks vertalen, die verhouding 1 tot 1.6... en we trekken door zo'n rechthoek, zo'n A4'tje... we dekken daar op een derde en op een derde, op twee derde... een lijn horizontaal en verticaal... dan is op de kruispunten van die lijnen... is waar onze aandacht als eerste naartoe gaat. We kijken dus eigenlijk altijd naar die vier groene stippen die hier staan. Dat is de eerste. Dat is wetenschappelijk aan alle kanten onderzocht. Dat is met eye trackers onderzocht, dat is... Uh, met camera's onderzocht. Mensen zoeken automatisch deze punten van aandacht op. Dus dit is wat wij noemen de rule of thirds. Als je in je compositie iets neerzet op een van deze vier groene punten, dat betekent dat de, aandacht van de, de kans dat de aandacht van de kijker daar naartoe gaat vele malen vergroot wordt. Als je kijkt naar het volgende plaatje, dat is mijn dochter, heel lang geleden. Ze zwerft nu door Europa, maar op dit moment was ze nog met papa en mama aan zee. En kijk eens, ook daar precies geschoten op het moment eh, dat die ogen daar rechtsbovenaan in die Rule of Thirds zitten. Volgende plaatje, vliegertje, ook, maar dan de linkerkant bovenaan. Ook keurig op dat kruispunt. En je ziet eigenlijk automatisch: gaat je aandacht daarboven toe, die lijnen volgen helemaal. Volgende, stelletje dat aan het zoenen is. Onze James die aan het oefenen is. Stapelstenen. En nog een keer die prachtige Fibonacci-cirkels die over die Rule of Thirds heen lopen. En eigenlijk heel duidelijk aangeven waar al die verhoudingen vandaan komen. Het is allemaal snijden. Het is allemaal 1 staat het 1.6. En die verhoudingen zijn universeel vastgelegd, ergens in onze geheugen. Volgende. In fotografie en film, maar vooral in film, is de leadroom vreselijk belangrijk. De leadroom is eigenlijk de ruimte die ik nodig heb om een object op beweging in de camera vast te leggen. We zien hier een paardje en dat huppelt over de horizon en hij gaat van links naar rechts en je ziet dat aan de rechterkant een enorme ruimte ligt. Als je kijkt naar het volgende plaatje, dan zie je. Het meisje kijkt en die kijkt in de ruimte. En de ruimte, dat is wat wij de leadroom noemen. En je ziet, de positie is op de rule of thirds. Hij staat bovenaan, de ogen zijn keurig door die as heen. En de ruimte ligt aan de linkerkant van het veld. Hier zien we een voorbeeld van hoe het niet moet. Kijk maar, deze man, die zien we eigenlijk aan de verkeerde kant geportretteerd. De ruimte ligt achter hem, waardoor het een heel krrrrr plaatje wordt. En geloof me, wij zien heel veel... Documentaires waarin dit op deze manier gefilmd wordt. En dat je denkt: van, heb je dat nou expres gedaan? Of heb je dat nou pronkelijk gedaan? Nou, in vele gevallen zal het pronkelijk zijn, maar zo hoort het niet. Het hoort dus dat je de ruimte voor de persoon hebt. Dat geeft namelijk voor de kijker een veel prettiger effect. Kijk maar. Dat is fout. En dat is goed. Je ziet dus dat het veel prettiger werkt. Leadroom zie je niet alleen bij mensen, maar ook zeker bij objecten. Kijk naar die fantastische Ferrari die daar vooruit raast. Of is het een Bugatti, of is het een Lamborghini. Ik kan het hier vandaan niet zien, maar het is wel een razendsnelle rode auto. En je ziet dat in het vliegtuig ook. De leadroom zit overal. Volgende aspect waar we naar gaan kijken. Headroom. En, uh, ja, daar kan ik heel veel over zeggen. Daar verschillen de meningen ook nog wel eens een beetje over. Wat de een mooi vindt en de ander niet mooi. Het plaatje laat heel duidelijk zien dat het middelste mevrouwtje er prima op staat. Ik kan zelf ook leven met het plaatje aan de rechterkant, waar iets ruimte boven het hoofd zit. Dat vind ik geen probleem. Maar het plaatje aan de linkerkant, daar zie je wel heel veel van die balken en uh, ja, daar staat weinig informatie in. Mijn stelregel is eigenlijk altijd op het moment dat je naar een compositie kijkt. Tenzij je leegte echt wil benutten als onderdeel van het verhaal dat je wil vertellen. Maar als je zo'n poppetje ziet in zo'n ruimte, als je zoveel hoofdruimte ziet bij zo'n hoofdje, en het is een interview, het is een gesprek, er zijn emoties aan de orde, dan klopt er iets niet. Het beeld moet altijd goed gevuld zijn, zeker voor twee derde, met zeg maar, dit deel waar die emoties vanaf, uh, uh, vanaf komen, moeten komen. Headroom. Zorg ervoor, niet te veel, niet te weinig. Snij het ook niet af. Maar het plaatje wat we daar rechts zien, ik kan daar mee leven. Het plaatje wat we midden in zien, kan ik ook nog mee leven. We gaan naar driehoekscomposities. Daar zijn er heel veel van. Kijk maar. Dan gaan we naar lijnen in beeld. Perspectieven. En nog eentje. Nou, waarom laat ik deze zien? Eigenlijk... Is het aan jou als fotograaf, als filmer, de bedoeling dat je de komende jaren je gaat ontwikkelen in het maken van composities? En de dingen die we hier laten zien, de driehoekcomposities, de lijnencomposities, die maken het beeld spannend. Dat is hetgene waar je naar op zoek moet. Je coaches, je docenten gaan je er natuurlijk bij helpen, maar kijk ook vanaf nu steeds met andere ogen naar de omgeving door je heen, om je heen. Als je een camera vastpakt. Probeer die composities te vinden. De lijnen, de perspectieven. Ik heb er nog meer. De scherpe diepte. Ga ik maar eens eentje verder met dit vogeltje. Um, al dit soort plaatjes uh, moeten een voorbeeld zijn voor jouw eigen creativiteit. En de wereld ziet er door een zoeken van een camera altijd anders uit dan dat je het zo met je ogen waarneemt. Zoek met ons naar... Uh, de mooie kanten van uh, het beeld. Ik heb daar wat theorie over verzameld en ik heb er ook nog een hele leuke opdracht achteraan gezet. Kijk maar eens. Zoek een foto of een clip waarin de compositie van invloed is op het afgebeelde. Nou, met de les die je nu in de pocket hebt, moet dat zeker kunnen lukken. Doei!